my god, ik probeer de kam te reageren, maar ik zit hier te gillen. Hoi, de reden dat ik jou DM'de is omdat ik vandaag undercover ben gegaan als fanaccount. Ik ben geblokkeerd door Instagram, dus ik kan geen berichten meer liken en ik kan geen DM's meer sturen naar nieuwe mensen. Hoi, ik ben Bo en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik iets doen wat heel veel is aangevraagd door voornamelijk fanaccounts en fans van mij. Het idee hiervan is dus dat ik een fanaccount ga aanmaken van mezelf. En ik ga via dit fanaccount heel veel andere fanaccounts van mij DM'en. En dan ga ik wat dingen vragen over mij. Van vind je Bo echt leuk? Of wat vind je leuk aan Bo? Of hoe is hij jou gaan volgen? Dat soort dingen ga ik allemaal vragen. Uiteindelijk zou ik natuurlijk aan de fanaccounts bekendmaken dat ik het zelf ben. En dat dus voor een video is door ze of te gaan bellen. Of live te gaan. Of ze een videootje te sturen. Hoe precies weet ik nog niet. Vind je de video leuk? Doe dan alvast een pluimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En laten we snel gaan beginnen. Dus let's get started. Ik ga dus vandaag undercover als fanaccount van mezelf. Maar daarvoor moet ik wel eerst de fanaccount aan gaan maken. Dus laten we het fanaccount maar eerst aanmaken. Jullie kunnen hier naast mij meekijken op mijn telefoon. En we gaan dus het fanaccount aanmaken. Nou, we gaan er registreren natuurlijk. We moeten als eerste een naam. En dit is zeg maar niet je gebruiksnaam. Dit is de naam die zo bovenaan het profiel staat, dik gedrukt. En ik ga denk ik iets doen van fan van Bo. Ja, dat is wel leuk, hè? Oké, ik moet dus een gebruiksnaam aanmaken. Maar ik zou echt niet weten wat voor gebruiksnaam. Want ik denk als je Bo-fan of zo doet. Ik weet niet of dat kan. Misschien is die wel gebruik. Nou, die zou je gebruik. Ik denk als je zoiets doet, dat misschien fans te snel iets door gaan hebben. Dus we moeten eigenlijk gewoon een beetje... Misschien iets van Loves Bo of zo. Maar dat is er ook al wel. Dus moeilijke. Oké, ik heb een gebruiksnaam aangemaakt. En het is een beetje een gekke gebruiksnaam. Namelijk Hearts laagstreepje Bo X. Want Hearts laagstreepje Bo was al in gebruik. Dus ik moest met die X erachter. En ik dacht eerst als ik Love Bo ga doen. Of Fan Bo, Bo Fan. Dat zijn gewoon van die standaard fanaccountnamen, weet je wel. Dus ik dacht ja, misschien hebben ze het dan door. Dus we hebben een beetje een wat andere naam gedaan. Het account aanmaken lukte helaas niet via mijn telefoon, omdat ik via daar al te veel accounts had aangemaakt. Dus ik heb het even gedaan via mijn MacBook, maar ik heb het fanaccount aangemaakt. We gaan hier als eerst even een profielfoto doen en ik denk dat ik gewoon een foto ga doen die op mijn Instagram staat. Dus wel eentje die ik al ooit gepost heb. Ik heb de profielfoto uitgekozen en het is deze geworden. Deze heb ik al wel een keertje eerder op mijn Instagram gepost, dus kan prima. Als bio, wat ga ik doen? Wat hebben fanaccounts meestal in hun bio? Sowieso als ik hun ben gaan volgen of als een ander idool hun is gaan volgen, dan zetten ze dat meestal in hun bio. Maar ja, ik volg dit account nog niet, dus dat kan ik er niet inzetten. Ik heb ook nog niks geliked, kunnen we er ook niet inzetten. Ik heb de bio klaar en ik vind het best wel een beetje gek, want ik heb echt emojis gebruikt die ik zelf niet vaak gebruik, zodat het zo min mogelijk opvalt. En ik heb nu mega fan van Bo Popman, Bo ontmoet, 10.08.2018, hashtag Bo Squad is de beste squad ooit. Beetje gekke bio, maar goed, ik ga nu gewoon fanaccounts opzoeken en die ga ik denk ik maar volgen en dan hopen dat veel actief zijn en we gaan terugvolgen. Het is zo leuk om te zien dat zoveel fanaccounts heel erg actief zijn in hun verhaal en zo, want dat zie ik nu allemaal. En allemaal van, oh my god, ze heeft geliked, oh my god, het is super schattig en leuk om nu te zien. Maar goed, ik ga nog even wat fanaccounts volgen. Ik ben 124 fanaccounts gaan volgen en ik ben een beetje daar fanaccounts gaan volgen die zeg maar actief zijn. Want ik kan natuurlijk wel heel veel fanaccounts gaan volgen die niet meer actief zijn of niet zoveel plaatsen. Maar dat is niet zo handig, dus ik ben gewoon echt de accounts gaan volgen die op dit moment heel erg actief zijn. En ik denk dat het wel tijd is om misschien een edit te gaan plaatsen. Dus ik ga even een foto van me opzoeken. En dan ga ik denk wat hartjes, emoties of zo bij doen. Dan een filtertje eroverheen doen en dan die posten. Ik heb niet echt een app waarmee ik emojis en zo in fotootjes kan plakken. Dus ik ga dat denk ik gewoon via story doen. En dan ga ik die story opslaan en dan die story posten. Ziet niemand. Maar dan kan ik het wel van gemakkelijk en snel editen. Oké, ik heb een foto gekozen. En ik denk dat ik gewoon allemaal emojis... Zo om de foto heen gaan doen. Dat is wel leuk. Allemaal hartjes bijvoorbeeld. Hier nog eentje. Oh, dat was de foto die ik inzoomde. Oké, ik heb echt zoveel respect voor alle fanaccounts die altijd van die vette edits maken. Want ik ben daar dus echt heel slecht in. Nou, dat kan je hier echt geweldig in terugzien. Dus hopelijk val ik niet direct door de mand. Dat ze denken, oh, dit is sowieso van Bo. Ik hoop het van niet, maar ik ga gewoon even allemaal emojis erbij zetten. Het lekker druk maken, het lekker vrolijk maken. En dan post ik het gewoon. Oké, de foto is bewerkt en het ziet er zo uit. Ik ga er nu even een caption bij zetten en ik denk dat ik iets ga doen van... Ik heb vandaag eindelijk mijn fanaccount voor Bo Popman aangemaakt. Dit, dat. Ik zou het super lief vinden als ik in groepsapp mag van andere fanaccounts.
En dan ga ik ook Fennekat in de foto en zo taggen misschien. Of dat valt te veel op, weet ik nog niet. Ik ga in ieder geval eerst even de caption maken. Oké, de caption is klaar en de caption is nu. Ik heb vandaag eindelijk een Fennekat aangemaakt voor mijn favoriete YouTuber, Bo Potman. Kunnen jullie daar taggen, want ik wil graag follow back. En dan ga ik denk ik gewoon mezelf taggen in de foto. Ja, dat is wel goed. En ik ga niet heel veel Fennekats taggen, want dat valt misschien op. Dus we gaan het gewoon posten. Yes jongens, de foto is gepost. En ik denk dat ik nu maar gewoon Fennekats ga DM'en van... Hebben jullie misschien een fangroep waar ik in mag? Of hoe heb je Bo leren kennen? Volgt ze jou al? Weet je wel, gewoon een beetje van die standaard vraagjes. Dus ik ga even tussen het lijstje kijken en dan ga ik gewoon heel veel Fennekats een berichtje sturen. Oké, ik heb even een berichtje gemaakt en ik denk dat ik dat gewoon naar heel veel Fennekats ga sturen. Omdat als ik elke keer opnieuw heb moet typen, duurt dat heel erg lang. Dus ik ga gewoon hetzelfde berichtje even kopiëren en dan naar heel veel Fennekats sturen. En dan hopen dat er iemand reageert, want het is buiten super lekker weer. En ik zou ze echt gelijk geven als ze nu niet op hun telefoon zitten. Maar goed, laten we het gewoon doen en proberen. Ik ben nu ongeveer 10 minuten bezig met het versturen van DM's naar fanaccounts. Maar het ding is, heel veel fanaccounts reageren niet, omdat ze denk ik gewoon buiten of zo zitten. En ik ben geblokkeerd door Instagram, dus ik kan geen berichten meer liken. En ik kan geen DM's meer sturen naar nieuwe mensen. Dus eigenlijk kan ik niks meer doen. Nu is het wel zo, ik ben even geswitcht naar mijn eigen account. Ik heb daarop een groepschat met heel veel fanaccounts. En ik zit eraan te twijfelen om dus via mijn eigen account, hart/bo x toe te voegen van ja, ze is een nieuwe fan, dit, dat. Ik heb dat wel vaker gedaan bij fans. Dus ik denk niet dat het heel veel opvalt. En het is een beetje mijn laatste kans. Dus ik ga mezelf gewoon toevoegen en dan hopen dat er iemand reageert. Oké, er heeft al één fanaccount gereageerd. Want ik had gevraagd, kan iemand @hart/bo x toevoegen? Want ik kon zelf dus blijkbaar geen mensen toevoegen. En ze stuurt je ja. Maar ik ben dus echt bang dat ze nu iets door gaan hebben. Maar goed, ik ga haar denk ik wel even DM'en. @bo x/fan. Okay. Ik heb dus een heel fanaccount waarmee ik net in die groepschat praatte via mijn eigen account gedm'd. En stuurt hi. Ik stuur, wat zou ik zeggen? Ben je al lang fan van Bo? Dat is misschien wel een leuke vraag. Maar ik ben dus zo... Ik ben gewoon zo bang dat de fanaccounts doorgaan hebben dat ik het ben. Oké, ik wil wat meer actie, want heel veel fanaccounts zijn dus niet actief. Omdat ik in hun verzoeken kom te staan als ik hun DM, omdat ze mij natuurlijk niet volgen. Dus ik ga mezelf gewoon aan allemaal groepschats toevoegen. Ik heb mezelf aan een paar groepschats toegevoegd. En ik heb gewoon gezegd, hey, hoi. Bo vroeg of ik je... Oh, wat leuk! Ik ben dus met zo'n fan aan het DM'en, met zo'n fanaccount. En ze stuurt Bo vroeg of je kon toevoegen in de groepschat. Oh my god, ik probeerde kalm te reageren, maar ik zit hier te gillen. Oké, ik ga gewoon reageren, zeg maar, alsof ik... Ik ga gewoon reageren, oh my god, zo cool. Ik zou ook zo graag willen dat ze mij ging DM'en. Heb je al vaak met haar gepraat? Nee, het was in de groepset. Oh. Ik moet dit meisje sowieso na deze video echt even gaan volgen via mijn eigen account. Maar als ik dat nu ga doen, valt dat te veel op. Dus ik ga dat sowieso even doen, want dit is echt een super lieve fan en heel gelukkig fanaccount ook. Oké. Steeds meer fanaccounts gaan reageren in de groepschats. En ik heb er nu nog eentje, Bo Potman X heet ze. En ik ga ook gewoon een DM sturen met hey. Nu hoop ik wel dat ze reageert. Ik heb in de groepschat gestuurd van, kan je DM lezen? Dus misschien gaat ze reageren. Ik weet het niet. Ze stuurt wel van, oké, met heel veel vraagtekens van, hoezo moet ik mijn DM lezen, weet je wel? Ik vraag haar naar zo'n fanaccount van, vind je Bo de leukste YouTuber of heb je nog andere idolen? Ik ben heel benieuwd wat ze gaat reageren. Oké, het is heel gek, want ik stuur hun dus allemaal DM's van hey. En ik zeg tegen ze van, kan je je DM kijken? Zegt ze, maar je stuurt helemaal niks. Maar ik stuur dus gewoon telkens een berichtje bijvoorbeeld naar haar. Heb ik gestuurd hey babe of hey. Maar zij krijgen dat blijkbaar niet binnen, omdat dus mijn account geblokkeerd is. Heel gek. Maar goed, ik hoop dat zij mij wel een berichtje kunnen sturen en dat ik... daar dan wel op kan reageren en dat hij het dan wel doet. Dus ik wacht even af. We hebben nog een fanaccount gereageerd. Ben je al lang fan van Bo? Leuke naam heb je. Dankjewel. Ik vind het serieus zo gek om als fanaccount te praten. Omdat, kijk, ik weet dus niet of ze het door hebben. Kijk, je kunt het ook wel door hebben en gewoon het spelletje meespelen. Maar je weet het niet. Zo'n ander meisje, die heeft mij, Bo, wou jou in een groepschat. Oh my god. Even kijken, dit meisje vraagt een meisje, wanneer ben je fan van Bo? Ik zeg, ja, sinds Tina dag. Zegt ze, oh my gosh, was je bij Tina dag? Ben jij alleen fan van Bo? Nee, ook van haar zussen. Oh, wat lief. Ik vind het zo schattig hoe lief ze gewoon over mij praten tegen andere fanaccounts. Ik vind dat zo leuk om te zien.
Oh, de meisje stuurt ook helemaal screens van, oh my god, zie dit. Bodie wil jou gewoon in een groepchat hebben. Ze zijn helemaal excited, zeg maar. Terwijl ik eigenlijk gewoon nu met ze praat. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar de reactie van hun zometeen. Als ze dus merken dat ik al deze berichtjes stuur. Oké, het is tijd om het te gaan onthullen. Ik ga gewoon de fanaccounts waarmee ik net gedm'd heb een filmpje sturen. Boy, ik ben Bo, dit was voor een video. Dit, dat. En dat ga ik ook in een groepchat sturen, denk ik. En dan ben ik heel erg benieuwd naar de reacties. Hoi, de reden dat ik jou DM'de is omdat ik vandaag undercover ben gegaan als fanaccount. Ik ben dus gewoon Bo en ik heb dus een fanaccount voor mezelf aangemaakt voor een nieuwe YouTube video. Dus heel erg bedankt en doei doei! Oké, er zijn dus fanaccounts die het filmpje al geopend hebben. Xbo heeft het al geopend. Xbo Poppen heb ik zelfs al een reactie van, die stuurt oh my god. Zo leuk! Zij heeft het ook al afgespeeld en ik heb het ook in groepschats gestuurd met fans, dus super spannend. De filmpjes zijn al heel erg veel afgeleverd en sommige heb ik al geopend en ik krijg reacties van als love you, oh my god. En het is zo leuk om te zien dat ik ze zo blij kan maken door op ze te reageren en zo. En ik heb gewoon sowieso heel erg veel bewondering voor fanaccounts, maar nu al helemaal, want al deze reacties is zo leuk. Ik krijg vast nog heel erg veel reacties via het fanaccount, omdat ik echt denk ik 50 fanaccounts gedm'd heb. Maar er echt maar een paar gereageerd hebben, omdat het een beetje ons etenstijd is nu. Mensen zitten lekker buiten te barbecuen, het is weekend, dus ik snap het helemaal. Ik vond het wel een hele leuke video om op te nemen en heel erg veel liefde naar al mijn fanaccounts. Echt, dank jullie wel. Vond jij de video nou leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram, Bo Potman. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!